Hey, hele goede dag allemaal. Goed en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video van boompjekappen.nl. Kijk eens, we hebben deze spar vandaag te kappen. Hier in Voorburg zijn we. Er gelden weer aparte regels voor het kappen. De totale tuin, als die minder is dan 175 vierkante meter. En dat is steeds, we hebben hem vier keer nagemeten en het is 171 vierkante meter. Dan mag je gewoon deze boom kappen. Ik zal even een foto laten zien van de boom. Zoals ik hem doorkreeg. Ik doe het meestal via WhatsApp. Heb ik wat contact met de klant en deze foto was dat. We hebben hier de boom staan. Het lijkt alsof aan de achterkant zo'n schutting staat. Maar dat blijkt dus de schutting van de achterbuur te zijn. En we hebben hier een vrije loop, dus dat is super tof. Ik gooi hier even de fliplijn om de boom. Die klik ik aan beide kanten vast aan mijn klimgordel. Zo zie je dat de uitrusting die ik gebruik niet super complex is. Ik gebruik een paar klimsporen die ik aan mijn voeten bevestig. Ik heb een klimgordel en een fliplijn en een klimlijn. Die hangt aan mijn brug van mijn klimgordel. Klim ik mee omhoog. De fliplijn heeft een stalen kern om tegen te gaan dat ik daar doorheen zou zagen. Je ziet dat ik tot een meter of 5-6 nu geklommen ben. Takken zaag ik af. Kan ik gewoon laten vallen. Er is in de tuin niks wat ik niet kan beschadigen. Op deze manier gaat het lekker snel. Nadeel hiervan is wel dat Timo op de grond natuurlijk een enorme berg aan takken krijgt ineens wat allemaal op elkaar en door elkaar ligt. Dus dat is wat lastiger voor hem om dat snel weg te werken. Ik ben op dit moment dubbel gezekerd, dus dat betekent dat de fliplijn om de boom zit. En met de stalen kern, hè, dus mocht ik daarin zagen dan... Val ik niet ineens naar beneden, maar dan is mijn ketting dan ineens bot. Dat verwacht ik wat er gaat gebeuren dan. Kunnen we misschien wel eens een keer een test over doen. En de tweede zekering die ik heb, die ga ik nu pakken. Kijk, dit is de fliplijn die omhoog gaat. En nu pak ik de Cambium Saver, die verstelbaar is. Die neem ik gewoon zo rustig mee omhoog. Dus ik stel eerst de fliplijn even een stukje hoger en daarna steeds de Cambium Saver. Waar ik met mijn zigzag, die natuurlijk dubbel lijns is... op deze manier goed ben gezekerd. Dus als ik dan val ik in mijn zigzag. En dan val je niet zo ver. Je ziet ook dat ik de takken wel afzaag, maar niet super dicht aan de stam. Dat is makkelijk voor het zagen en voor het versnipperen. Maar al die pukkels die je nu op de stam hebt staan, dat is wel een nadeel als je uit zou glijden met je fliplijn. Ja, dan krijg je al die punten van die niet super goed afgezaagde takken, zoals je die nu hier voor je ziet, ja, die krijg ik dan tegen je aan en dat doet wel heel erg zeer. De takken gooi ik sommige neer zodat hij ze gelijk weg kan trekken. Hij maakt een mooie stapel voor de versnipperaar. Die zie je daarnaast op het pad staan met de kar ervoor. We zitten nu denk ik op een meter of 7, 8 hoogte. Je ziet als je naar beneden kijkt echt een wirwar aan takken beneden. En daar staat die enorme stam daar bovenop. Maar zo klim je steeds een stukje hoger. Dus je klimt een stukje omhoog. Je zaagt alle takken boven jouw macht, zaag je weg. Dus ruim boven je klimlijn en fliplijn. Boven jezelf, zodat je zelf een prettige werkpositie hebt. Dat is natuurlijk het voordeel, hè? Dus je kan gewoon in de boom staan met die punten van de flip, van de klimsporen. De fliplijn die voorkomt ervoor dat jij naar achteren valt en uit de boom valt. En op deze manier heb je gewoon twee handen vrij om te kunnen werken. Soms zie je ook dat ik met één hand een tak vasthoud, om die toch even vast te pakken. Hier zie je dat niet. En je ziet vooral dat ik lekker boven mijn fliplijn aan het werk ben. Op deze manier is de kans het kleinste natuurlijk dat ik. Sorry. Op deze manier is het kleinste dat ik in mijn lijn zaag. Ik wijs even de plek aan waar ik wil gaan. Waar ik wil dat de top gaat vallen. Je ziet een klein streepje. Dat is normaal zwart. Op mijn kettingzaag is dat zwart helemaal weggegaan. Dus dat laat ik nu even zien. Dat is een lijn die je moet volgen om de breuklijst te maken. Die richting daar loodrecht op zal die dan de top gaan vallen. Je hebt aan de achterkant, dus vanaf dit perspectief, de rechterkant, heb ik het meeste tak aan de bovenkant weggehaald. Zodat het gewicht van de top
meer vanaf deze kant gezien naar links hangt. Ik ben ook iets over het midden gegaan, zoals je nu ziet. Hè. Dat is de, je ziet, ja, dat is de kern. En dat, ja, een paar centimeter rechts ervan heb ik doorgezaagd. Dat betekent dat als de top echt heel recht zou zijn, dat dan nog steeds de top naar links zou gaan. Op deze manier heb je geen touw nodig om aan te trekken of wat dan ook. Even spinsneden aan de zijkant om open scheuren van de bast van de stam te voorkomen. Ik heb nu het meeste gedeelte ingezaagd, dat blijft nog staan. Ik vind dat altijd prettig. Ik check even, nee, hij gaat echt niet om. Dat had ik gehoopt. Maar er staat iets te veel breuklijst aan de achterkant. Dus die ga ik nu doorzagen met de handzaag. Dat vind ik ook prettig, omdat je dan niet... ja, er komt natuurlijk wel beweging vrij als die top ineens losgaat. En op deze manier ja, heb je in ieder geval je handen vrij. De top viel iets met de punt naar beneden. En hij brak ook in tweeën de top. Maar goed, hij ligt gewoon goed beneden. Nu ga ik stukjes afblokken. Ik ga nu een flink stuk naar beneden om een aardig stuk er één keer af te halen. Je ziet dat ik de fliprem naar beneden haal. Daarna doe ik de cambium saver met de zigzag daaraan. Die ik gewoon rustig naar beneden. Ga ik een paar keer naar beneden. Op deze manier daal je veilig af. Mocht ik uitglijden met de klimspoor, wat natuurlijk wel eens gebeurt. Ja, iedereen die wel eens klimt met klimsporen en zegt dat het mij nog nooit gebeurt, ja, die is volgens mij gewoon een beetje aan het liegen. Maar op deze manier ben ik dubbel gezekerd. En want ja, als je natuurlijk alleen die fliplijn hebt, ja, dan kun je nog steeds naar beneden glijden en flink bezeren. En met die zigzag, die ik nu er weer omheen doe, en de cambium 7, doe ik hem even op spanning. Hoppakee, zit het vast. En op die manier, ja, als je dan uitglijdt, dan val je eigenlijk maar ja, een klein stukje. En dan vangt die lijn je gewoon weer op. En dan kun je zelf even zo verder afdalen of iets dergelijks. Je ziet dat ik nu flink inzaag. Je ziet ook dat de ketting enorm scherp is. De chips die spuiten eruit. Omdat het een vrij flink stuk is, wil ik even met twee handen omver duwen. Dus ik maak hier even een trapsnede. Nu zijn alle houtvezels van de stam doorgezaagd en nu kan ik gewoon eraf duwen. Huppakee, ik klap gelijk een stuk van misschien wel 200 kilo naar beneden. Dat gaan we even nog een keer doen. Je ziet, gaat er makkelijk doorheen. Ik hou van deze kettingzaag. Hij heeft een zaagblad van 30 centimeter, maar ik ga meestal tot een centimeter of 45 en dan rond. Ook een trapsnede nu. Kettingrem erop, hang ik hem even weg. De motor staat nog aan. En ik duw hem gewoon weer de juiste kant op. Huppakee, ik klap daar netjes naast. Dan heeft Timo er ook geen last van aan de, zeg maar nu gezien, de onderkant. Zie je, daar loopt hij. Hij is lekker tak aan het trekken en slepen. Heeft hij geen last van het hout dat ik erop heb gegooid. Nu schat ik in dat ik hem wel in één keer kan omzagen. Dus ik ga nu naar beneden. Ik maak mijn fliplijn los. Ik klim een beetje naar beneden om de zigzag op spanning te brengen. Dus kijk, hier zie je de zigzag die op dublijns vast zit. Ik maak nu de fliplijn los. Die is los. En nu gaan we gewoon afdalen op de zigzag. Op de cambium 7 die gewoon bovenin zichzelf aanspant rondom de stam. Ik ga nu landen. Nu ben ik terug op aarde. Maak even wat meer ruimte in de zigzag. En dan maak ik hem los van mijn klimgordel. De carabines die ik gebruik die zijn triple lock. Dus op drie manieren. Je moet eraan trekken, draaien en duwen. En dat kan normaal gesproken bijna niet door takjes of iets dergelijks gebeuren. Dus dat is wel fijn. Ik heb de carabine eraf gehaald. Er zit een balletje aan het uiteinde. Die trek ik aan de bovenkant, aan de linkerkant door de carabiner. Aan de rechterkant gaat die niet door de poelie heen. En op die manier trek ik het geheel naar beneden. Kijk, daar valt hij al naar beneden. En je ziet dat het balletje niet door de poelie is gegaan. Dus trek ik de klimlijn daar weer door terug. Ik doe de carabine er daar weer aan vast. Dan ga ik ook de zigzag weer helemaal terugbrengen. Zodat bij de volgende klus dat ik hem gelijk weer kan pakken. En ja, niet meer heel die lijn er doorheen hoef te trekken. Dus daar zorg ik altijd voor als ik klaar ben. Om dat gelijk weer helemaal in de juiste positie te brengen. En natuurlijk de spulletjes netjes op te ruimen. Sorry. Heb je de 362? Die zit wel tussen de ketting. Haal ik even weg. Ik heb hem even warm laten draaien. En dan gaan we deze omzagen. De diameter is denk ik net te groot voor deze zaak. Je ziet dat ik nu zaag, maar het gaat niet helemaal goed. De lijn die ik aanhoog is niet goed. Dus ja, denk er niet van oké, ik moet het de eerste poging goed doen. Doe gewoon even opnieuw.
zodat de breukreis die je zet goed is en de hoek waarin je zaagt. Je ziet dat er meer stof van afkomt dan echte chips. Komt omdat je niet loodrecht op de houtvezels zaagt, maar schuin erin. Dat is niet de meest ideale hoek. Je ziet ook dat ik een hele grote hoek gebruik voor de valcurve aan de voorkant. Dat doe ik zodat de stam... zie trouwens ook, ik zaag iets... Ik weet niet of het zag, maar ik zaag iets door de breuklijst aan de onderkant. Dus dat moet straks even goed gemaakt worden. De diameter is denk ik een centimeter of 50, 60, iets groter dan het zaagblad. En hier zie je duidelijk dat ik door de breuklijst heen ben gezaagd. Dus die ga ik nu even weer in orde maken. Hier iets verder zaag ik binnen aan de achterkant. Kijk, nu is die aan deze kant wel in orde. Even aan de andere kant nog even vrij zagen. Zodat hij goed kan bewegen. Het is een vrij grote hoek. Zodat ik hoop dat de bovenkant als eerste grond raakt. Aan de voorkant waar die nu overheen valt, aan de linkerkant zeg maar, daar loopt nog een pad met tegels erop, dus ik wil niet dat hij daar als eerste de grond raakt. Je gaat het straks niet heel goed in beeld zien, maar omdat hij nu aan de voorkant heel veel ruimte heeft om, ik duw hem gewoon om. Omdat hij aan de voorkant veel ruimte had, natuurlijk door die ruime valcurve, zal hij niet zomaar afbreken van de breuklijst en zal de top eerst de grond raken. En krijgt het straatwerk niet zo'n klap te verduren. Ik zaag even een stukje eraf. Je ziet dat er nu veel meer chips en minder stof afkomt van de zaag. Ik heb even overpakken naar linkshandig. Gaat als een tierenlier. Het is een spar. En het hout is natuurlijk wel hard. Hè? Als je dat op je hoofd zou krijgen, dan is het vrij hard. Maar hier gaat hij niet in één keer doorheen. Nu is hij er wel doorheen. Maar het hout is relatief zacht. Kijk, hier ligt de stam keurig. Jacco komt het hout ophalen. Bij de klus zelf. Super makkelijk voor mij natuurlijk. Ik kan het zagen en ik ben er vanaf. Ik vraag er geen geld voor. Ik ga het gewoon met de gesloten beurs. Het is gewoon een win-win-win. Ik ga nu deze stam allemaal in kleine stukken zagen. Ongeveer 30 centimeter. Ik heb even gevraagd wat hij... Ik check het hier even. Is deze afstand ongeveer? Ja, klopt. Je ziet dat ik hem niet helemaal doorzaag. Hij ligt natuurlijk op het straatwerk en in de grond. Dat betekent dat als ik hem helemaal doorzaag, een hele grote kans is dat ik in de stenen zaag of in de grond. Ja, dat willen we natuurlijk niet. Sorry. Want dan zou de ketting ineens bot zijn. En dat betekent, je moet de hele stam nog zagen. En dat kan natuurlijk niet. En het werken met een kettingzaag is natuurlijk al gevaarlijk werk. Maar als je bot zaagt, dan ga je allemaal gekke dingen doen. Om toch maar een beetje door te kunnen zagen. En dus het risico alleen maar groot. Je ziet, er komen enorme chips vanaf. De zaag gaat er super makkelijk doorheen. En op deze manier is het ook leuk zagen natuurlijk. Als jij je ketting bot zaagt en je moet nog een flink stuk zagen, dan is dat echt vervelend. Je ergert je kapot aan een botte ketting. Dus ik zaag allereerst dus alle bovenkanten in voor ongeveer ik denk 80% wat ik doorzaag. En dan probeer ik daarna de stam in zijn geheel om te rollen. Zodat de resterende 20% wat nog doorgezaagd moet worden. Kijk, wat een zooi je ziet hier. Het lijkt wel of het gesneeuwd heeft, moet je kijken joh. Nu ga ik die stam dus omdraaien. Kijk, daar ben ik blijkbaar al doorheen gegaan. Nu zie je nog een stukje wat natuurlijk onderop heb gelegen. Die komen nu allemaal bovenop te liggen. En dan kun je met een... Hier doe ik een trekkende zaag. Dit is met een duwende zaag. Ga je er even snel doorheen. En op die manier zaag je nooit in de grond. En kun je toch rechte schijven zagen. Want als je dit gaat kloven, is het natuurlijk makkelijk als je geen trapsneden hebt of iets dergelijks. Omdat ze allemaal netjes recht zijn doorgezaagd. Dus dat is wel even prettig voor degene die het hout komt halen. Zeker omdat dit wat dikkere stamdelen zijn en zaak ik gewoon gelijk op maat. Volgens mij is mijn koppakking een beetje lek. Bomen hebben geklommen, gekapt. De helft, ik denk meer dan de helft, is versnipperd. Het hout wordt op dit moment opgehaald door Jacco. Die is goed ook aan het meehelpen. Fijne kerel. En dan moet de stong nog gefreesd worden. Maar ik ben helemaal kapot. En de stronk is geloof ik wel iets van 60 centimeter diameter. Dus dat is eigenlijk een beetje te veel van het goede voor de machine die ik heb. En zeker gezien ik nu moe ben,
gaat er denk ik vandaag niet gebeuren. Dus ik ga het op een later moment doen, als ik hier in de buurt ben. Of ik ga dat uitbesteden. Je ziet wel dat ik enorm onder de zooi zit. Niet alleen houtsnippers, maar ook grond en hars. De klant heeft hier een buitenkraantje. Ik ga gauw de grootste bende eraf spoelen. Hars krijg je niet zo makkelijk er vanaf. Dat moet je echt schrobben of bijvoorbeeld benzine gebruiken of iets dergelijks. En nu het kraantje toch loopt, even een slokje drinken. Het is hartstikke warm. Hier is waar de aanhanger heeft gestaan. We hadden hem van het pleintje daar even naar achter geduwd. Scheelt toch weer ik denk 25 meter lopen. Dat is niet veel. Maar als je het 100 keer moet doen, is het wel 2500 meter. Met een tak in je hand slepen. Hier was natuurlijk een grote bende, hebben we allemaal aangeblazen. De klant is akkoord als het zo is. De stronk besteed ik uit, heb ik besloten. Je ziet ook dat hij licht verhoogd is. Ik hoop dat jullie dat misschien kunnen zien. Vanaf dit standpunt. Dus dat is mega veel vreeswerk. Dus ik laat iemand komen met een grotere machine die dit even voor mij doet. En dan is helemaal voor elkaar zo. Hey, dit was het kappen van een redelijk eenvoudige boom. Hij was wel dik, een centimeter of 60. Maar gewoon een rechtopgaande stam met allemaal zijtakken. Redelijk eenvoudig klimmen. Hey, dat was het voor vandaag jongens. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben en misschien wat geleerd hebben. En we zien elkaar de volgende keer weer. Tot ziens!